ik denk dat dit ongeveer wel is wat ik deze maand aan mezelf voor koffie heb gehaald. Dit heb ik deze maand besteld. Ja, een colaatje hier en daar. McDonald's stiekem ook af en toe. Herkenbaar? Even jezelf trakteren op een treat. Het aanbod is groot en het is zo gekocht. En gedeeld. I just spent too much money on this coffee because I needed a little treat. Ik denk dat treats heel makkelijk eigenlijk ervoor zorgen dat je eventjes blij kunt voelen. Uiteindelijk willen we ons graag blij voelen, het liefst de hele dag en het liefst zo vaak mogelijk. En dat brein denkt eigenlijk, ja, als ik met zo weinig inspanning me eventjes goed kan voelen, dan ga ik daarvoor. En vandaar dat het heel verleidelijk is. Het enige nadeel van die treats is wel dat ze eventjes blij maken, maar dat gevoel ook heel snel weer weg is. Dat verdampt als het ware, waardoor je weer een nieuwe treat nodig hebt. Ik koop die treats vooral omdat dan denk je van, oh ja, dit is wel leuk, hier kan ik me goed in voelen. En dan heb je toch net dat ene jurkje gekocht waarvan je denkt van, nou, hier kan ik weer lekker mee op mijn werk verschijnen. Kan ik weer een beetje, ja, gewoon er leuk uitzien. En dat geeft je ook een positiever beeld over jezelf op dat moment. Maar wat kost dat eigenlijk, al die treats opgeteld? Deze was 15, deze was 23. Een heel simpel topje voor maar 10. Nou, dat is best wel veel geld bij elkaar. Ongeveer 200 euro, denk ik. En dat heb ik uitgegeven deze maand aan kleren. Dit is ongeveer 2 euro. Dit is 3,25. En ik ben onderweg gekocht. En bij elkaar kost het me al gauw 180 euro per maand. Ongeveer in één maand tijd ben ik 40 euro daaraan kwijt. En ik denk dat ik deze maand misschien wel 60 euro daaraan heb uitgegeven. Ja, beetje jammer. Dat is best wel veel geld. Florien Kramwinkel deed onderzoek naar de effecten van de treatcultuur en zag dat te veel tractaties aan jezelf tot geldstress kunnen leiden. Jongvolwassenen, 4 op de 10 van hen gaven ook aan dat ze wel eens spijt hebben van die uitgaven die ze doen. Of een gedeelte gaf ook aan dat ze dan aan het eind van de maand geld tekort komen. Of dat ze zich zorgen maken. En al die kleine geluksmomentjes kosten heel veel geld. En dat zorgt ervoor dat je steeds meer geld gaat uitgeven. Meer financiële stress ervaart. En als je financiële stress ervaart, dan word je meer gefocust op de korte termijn. Dus op nog meer treats. En daardoor wordt het eigenlijk steeds moeilijker om daaruit te komen. Ik heb eerder deze maand heb ik echt wel een moment gehad dat ik echt dacht van wat moet ik nou? Omdat ik dus een paar Klarna rekeningen had en ik dacht, oh, ik kan die nog een maand uitstellen, maar ik kon het maar 10 dagen uitstellen. Dus mijn hele budget moest omgegooid worden en bij elkaar was dat toch wel iets van 500 euro, denk ik. 6 misschien zelfs. En dat ik dus inderdaad bij de huurbaas moet aankloppen en moet zeggen van, kan ik het misschien over een paar maanden betalen? Ja. Kassa-stagiaire Veerle baalt van al die uitgaven en wil graag minderen. Ze vraagt haar vrienden om mee te doen. Nou ja, stel dat je dus wat minder wilt uitgeven en je bijvoorbeeld wat meer wilt sparen. In China hebben ze bepaalde spaargroepen. Dan stimuleren ze eigenlijk elkaar om wat meer te sparen. En door dat samen te doen wordt het eigenlijk veel makkelijker om dat ten eerste mee te gaan doen. En dan vervolgens ook vol te houden. Als groep krijg je dat gewoon makkelijker voor elkaar. Een spaarclub vind ik echt een hartstikke goed idee. Want ten eerste bouw je een buffertje op met spaargeld. En dat is belangrijk, zorgt ervoor dat je beter in je vel zit en je minder zorgen maakt. Dus absoluut een goede tip. En ten tweede, dingen samen doen met elkaar zorgt voor dat sociale element. Dan heb je weer die ervaringen. En dat is ook iets wat heel erg motiverend en stimulerend is. Dus dat zou ik absoluut aanraden. Waarom nu? Oké, jongens. Ik heb vandaag weer een super lange dag. En normaal gesproken zou ik dan mezelf zeker wel trakteren op koffie. Maar ik heb mezelf voorgenomen om dat niet te gaan doen vandaag. Ik ga niet kleding kopen. En niet shit die ik gewoon niet nodig heb. Ik heb ook geen koffie gehaald. Ik ga ook niet een hotdog bij de Hema zo meteen halen. Zometeen ga ik naar werk en normaal vind ik het lekker om iets langer in bed te blijven liggen en onderweg gewoon even iets te halen. Maar nu heb ik gewoon een ontbijtje gemaakt. Een goede week later, terug in Utrecht. Hoe is het gegaan? Het voelde eerst een beetje als detoxen. Dat ik echt bewust het niet moest doen toen ik wel geld op mijn rekening had. Maar toen het einde van de maand kwam en ik nog steeds geld op mijn rekening had, voelde het heel fijn. Nou ja, ik ben wel trots op mezelf.
Want ja, weet je, je bent er toch bewust mee bezig. En ja, al die koffertjes, die heb ik ook helemaal niet nodig. En ik geniet er veel meer van als ik af en toe gewoon echt even rustig een momentje er voorheen. Het voelde heel goed, vooral nu bewust mee bezig te zijn en dan toch merken hoeveel je eigenlijk uitgeeft. Nou, dat mag gevierd worden.